Hey allemaal, vandaag Jorder van Dutch Gamingcast en welkom terug op de Minecast server. Ik heb geen idee welke episode het is, maar dat doet er niet toe. We gaan vandaag iemand pranken, maar dat gaan jullie zo meteen wel doorhebben denk ik. In elk geval, het is weer eens een tijdje dat ik geleden dat ik een video heb geüpload, überhaupt. Over 6 dagen geloof ik. En het spijt me heel erg en het gebeurt gewoon elke keer weer. Maar dat komt omdat het vakantie is, denk ik. Want ik zal het jullie een beetje uitleggen. Ondertussen lopen we naar Bruno zijn huis, want we gaan hem pranken vandaag. Maar ik zal het een beetje uitleggen, proberen uit te leggen. Want kijk, in de vakantie... Oké, we zijn er weer. En een pigment trouwens. In de vakantie heb je te veel tijd om te kunnen gamen. En op een gegeven moment denk je van, ik heb gewoon geen zin meer. En dat punt is bij mij een beetje aangekomen. Van, ik heb heel eventjes geen zin meer om echt intensief te gamen. En nou ja, in ieder geval, dus dan doe ik het ook niet. Maar, dat betekent dus ook minder video's. En dat is, vind ik wel vervelend eigenlijk voor jullie en voor mezelf. Want ik probeer nog steeds te groeien op YouTube natuurlijk. Ja, dus goed. Wat ik dus probeer te vertellen is dat ik niet zoveel game in de vakantie als dat ik eigenlijk tijdens school wil. Want als je, weet je, je zit op school en na een schooldag denk je van, wauw, nou, ik wil toch eigenlijk wel eventjes gamen, weet je. En dan heb je niet alle tijd van je leven om te gamen. Dan heb je maar een bepaald aantal uren of misschien wel minder zelfs om te gamen. En ja, als je niet op school zit en je hebt echt gewoon vakantie en je zit thuis, weet je, dan ja... Op een gegeven moment gaat het vervelen. In elk geval, ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar vandaag gaan we dus iemand pranken. En het is Bruno, jongens. Dus ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Ik zit nog wel eventjes te denken of ik niet ergens even nog snel wat gras vandaan wil halen. Trouwens, ik heb wood bij me, dus dat komt wel goed. Ik hou eventjes tegelijkertijd Hamachi in de gaten. Vanwege dat hij niet inlogt dadelijk ineens als ik hier ben. Maar, nou, zo ziet Bruno's plek er dus uit voor nu. En we gaan zijn hele plek vol stoppen met water. Dus dat is het plan voor nu. Eens kijken als ik water hier zo op zijn plek laat gaan zo. Wacht even, dit moet ik wel eventjes blokken. Anders gaat het hier naar beneden, denk ik. Dat wil ik niet. Zo, eventjes een infinite spring hier maken. Aha. Nice, sweet. Dus we gaan meteen gewoon beginnen met de prank. Ik ben trouwens ook nog bezig in de tourwereld. Aardig wat werk trouwens. Maar ik heb het er helemaal voor over, want het wordt echt gewoon vet. De plek. Misschien geef ik jullie straks even een snelle piek. Maar anders dan komt morgen of zo weer een tour episode uit. Waar ik jullie laat zien hoe ver ik ben met mijn project. Maar voor nu gaan we dus eerst gewoon pranken. En daar heb ik eigenlijk wel zin in. Het is wel lachen om te doen. Eens kijken, moet ik nog dingen afzetten? Wil ik alleen deze kamer of wil ik ook nog de rest? Misschien wil ik wel bij de ladder hier nog. Zo. En dan... ik ga niet trouwens één laag doen hoor. Het wordt nog hoger het water. Maar voor nu eventjes de plek zoveel mogelijk sources instoppen. Maar... Hier zal hij niet blij mee zijn, denk ik. Maar hij had mij in het begin van de prank wars had hij mij ook al geprankt. Toen hij net op de server kwam. En nog iets over de server. We hebben de laatste tijd niet zo heel erg veel op gedaan. Geen idee waarom niet. Maar ik ben zelf niet echt veel online geweest op de server. Maar ik ben dus... oh crap, ik heb zijn ladder gebroken op ongeluk. Nou, dat zal hij toch niet heel erg vinden, hoop ik. Misschien fix ik dat zo meteen wel weer even, als het lukt. Maar, ja, de laatste tijd zijn we niet meer zoveel op de server geweest. Puur omdat, ja, ik had vrij weinig zin om op de server te gaan. Ik heb geen idee wat voor exacte reden erachter zit. Maar dat denk ik wel een beetje te maken met de tourwereld. Want dat, ja, oh, kijk, daar gaat het hoor, het water. Het komt al een stuk vooruit. Maar met de tourwereld, dat gaat gewoon heel veel tijd in zitten. Dus... Ja, dat is het denk ik gewoon, dat ik te veel, ik heb ook te veel Minecraft de laatste tijd gespeeld. Waardoor ik ook eventjes klaar mee was, maar goed, we gaan nu weer verder. Dus, nou ja, jullie kunnen binnenkort weer wat nieuwe episodes verwachten van de World Tour. En, ja, dat is dat, laat ik dat gezegd hebben. In ieder geval, zou ik hem ook wat obsidian achterlaten? Nee, dat is iets te vies nog.
Dat zou wel eind worden. Oh. Ik heb ongeveer pumpkins geoogst. Misschien kunnen we er ook nog een pumpkins doorheen gooien. Waarom niet? Het wordt een pumpkin prank ook. Lols. Zo, eventjes een belangrijke dingetjes afsluiten. Zodat daar geen water in komt. Dit mag wel, ja. Dat is niet erg. Oké, let's go. Meer water. Ik wil eerst zoveel mogelijk sources op de vloer hebben. Zo. En vervolgens wil ik ook aan de bovenkant sources gaan plaatsen. Dus dat wordt leuk. Oh man. Dit wordt even sinds tijden weer iets leuks. Even. Ik hoop dat het... Ja, tenminste, ik gok dat het gas kapot gaat. Maar geen zorgen, Bruno. Ik laat je zo meteen ook nog wat gas achter. Zodat je het weer kan fixen. Als het nodig is. Want ik heb een Silk Touch pickaxe bij me. Dus dat wordt geen probleem voor jou. Ja, ik denk dat ik eerst de vloer hier zo even ga afmaken zo. Want ja, dat hoort gewoon bij de prank. En dan ben ik denk ik zo bij jullie terug, denk ik. Misschien maak ik het zo even gewoon af en dan kunnen we beginnen met de bovenkant. Want ik heb niet al te veel tijd nodig voor deze prank. Maar ik hou nu ondertussen mijn Hamachi in de gaten. Ik weet niet of, ik denk dat de meesten wel weten wat Hamachi is. Een programmaatje waarmee je internet linkt met elkaar. Maar ik hou dat nu dus in de gaten. Zo kan ik zien of die inlogt of niet. Want als die inlogt, dan is het, heb ik best wel een probleem eigenlijk. Want dan ziet hij dat ik aan het pranken ben. En dat is niet leuk. Zo te zien is de kamer al redelijk... Ja. Flooded met water. Gaat wel redelijk lekker zo. Misschien hier ook best mobs. Is dat gevaarlijk? Nee, is niet gevaarlijk. Kan die gewoon weggaan. Oké, nou, inmiddels is het huis een zwembad geworden. Nice. Eens kijken. Het plafond zal meteen ook beginnen. Dit wordt leuk, jongens. Nu het plafond. Misschien ook een paar aan de zijkant. Bij het plafond. Om zijn lampen heen en zo. Ja, dit wordt lachen, jongens. Ik heb er nu alweer zin in om zijn reactie te zien. Dat is altijd het leukste van een prank, jongens. De reactie is vaak het leukste wat er is. Het pranken zelf ben je al even mee bezig. En dan de reactie, daar word je gewoon blij van. Maar, ja. Aangezien hij mij ook had geprankt aan het begin van de server, prank ik hem terug. Niet per se voor echt gewoon het terugpranken, maar ja. Gewoon, ja, hij verdient het wel. Dit is gewoon een terechte payback, maar ja, leuk toch jongens. Zien jullie weer eens wat anders van mij? Maar, ja, verder, ja. Wat kan ik hier nog over zeggen? Dus het spreekt eigenlijk voor zich, dat pranken. Ik ga denk ik de hele kamer afmaken. En ja, dan ben ik denk ik zo bij jullie terug als ik wat verder ben met het fladden van zijn kamer. Dus ik ben zo bij jullie terug, jongens. Tot zo. Yo, jongens, welkom terug. Dit is even een kleine update. Dit is het ongeveer een van de laatste spots waar het water nog niet is gekomen. Maar ik dacht dat het hier een goede plek was voor de sign te plaatsen die we gaan maken. Dus eerst even een workbench. Die heeft hij vast wel hier. De hele kamer zit nu dus vol met water. Het ziet er best hilarisch uit. Het lijkt net een fontein eigenlijk. Als je er zo naar kijkt. Maar ja, ik ben dus bijna klaar met de prank. En ja, sorry, ik moest even mijn microfoon goed doen. Laten we eventjes een paar signs maken. Genoeg in ieder geval. Een stuk of 4 moet voldoende zijn. Zo. Oh, ja, laat maar. Dat, ja. Weet je, laat maar. Die had ik niet verwacht. Een fence post lijkt me leuk om hem op te zetten. Zo, en dan... Weet je, we verplaatsen hier de sign. Zo. En zo, en zo, en zo. En misschien zelfs hier zo. Kijk, dit is wat ik noem kunst. Oké, dus dat zal ik eens gaan schrijven. Yo, Bruno. Ik dacht... Ik fleur... Oh, volgende regel. Fleur je huis wat op met een... Volgende sign. Blauw kleurtje. Zo, punt. Je had mij
ook geprankt. Schrijf ik dat zo? Ja, waarom niet? Dus ik dacht. Het is eindelijk. Oh, eindelijk past het net niet op. Het is eindelijk tijd voor een payback. Wauw. Eens kijken hoor, wat zou ik nog meer schrijven? Ja, hier heb je wel wat gras voor als je gras kapot is gegaan. Punt. Oké, en laatste sign, jongens. Ja, ik zal mijn Minecraft naam even doen. Wacht even, 1, 2, 3, snip. Per sniper dog, 1, 2, 3. Ah, dat past er niet op, oké. Okay. Haha. Jongens, onze eerste officiële prank is geleverd. En nu nog eventjes snel wat gras halen en nog een paar hout. En misschien nog ondertussen een paar buckets plaatsen. Gewoon omdat het kan. Wauw. Er is eigenlijk best wel wat water hier geplaatst. Oké, hier moet ik even uitzien te komen. Dit is een drop. Misschien kan ik die ook nog volstoppen met water. Oh, hier ben ik nog niet geweest. Nou, misschien nog een paar extra dan. Zo. En zo. En dat is goed zo. Oké, nu dus eventjes nog wat gas halen. En dan is onze prank voltooid voor vandaag. Dus, mwah. Pretty cool, I should say. En dan, kijk, even hier wat gas vandaan halen. Silk touch, zeer nice. En dan kan hij dat ook weer laten groeien in zijn cave. Ik zal proberen een beetje natuurlijk terug te laten groeien zo. 26, laten we een halve stack doen. Dat zou al decent zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, trouwens laten we die maar ook maar weghalen voor de zekerheid. Dan heb ik nog wat hout nodig. Dus even snel een blokje weghakken. Ergens. En dan kan ik een chest maken. Dus hier even dit blokje weghalen. En jongens, 1.3 trouwens wordt al steeds beter voor mij. De performances worden ook beter qua framerate. Ik heb nu weer de oude framerates terug die ik altijd had tijdens het recorden. En het zijn er niet ontzettend veel, maar mijn computer is ook niet de beste die er bestaat. Het zijn 30 frames per second, dus niet slecht eigenlijk. Ik mag niet klagen, dus ja, het is goed zo. En ik heb nog een vraagje aan jullie voordat ik deze episode beëindig. Zouden jullie Age of Mythology gameplay willen zien van mij? Oftewel, voor degene die niet weet wat Age of Mythology is, zoek het op, zou ik zeggen. Het is een game in de soort van, ja, in de oudheid van de Egyptenaren en zo. En je moet een kamp opbouwen. En ja, kijk, het gas gaat dood hier op sommige punten. Maar daarvoor geef ik hem dus gas. Maar het is dus een game in de redelijke oudheid. En je moet, het is de bedoeling om je tegenspelers, ja, te verslaan. Je moet dus legers bouwen en resources gatheren. En dan moet je je tegenspelers verslaan in een gevecht. Dus, nou, laat me weten als jullie dat willen zien. Want ik doe het graag. Het is hier eens wat nieuws, weet je. Dus, ja. Zo. Even wat gas erin doen. En dan zo. En we doen een water bucket in het middel. In de midden. Oké, let's go. It's time to get out of here, jongens. Dus laat me weten of jullie Age of Mythology willen zien. Ik doe het graag. Lijkt me ook wel leuk. Zo niet. Misschien moeten jullie mij dan even een kans geven, zodat ik het één keer kan laten zien. En als het niet bevalt, dan verwijder ik het gewoon weer. Maar goed. Dus, jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie later wel weer, hè. Dus, see ya's.